Sachen ist belangrijk. Mevrouw Salvatori, u valt vrijwel continu weg, dus we kunnen het verhaal niet goed volgen. Mogelijk is het zo dat u ons iets kan doen toekomen. Ja. Mevrouw Salvatori, we kunnen u haast niet meer volgen. Het is onverstaanbaar. Dus mogelijk kunt u nog iets delen met onze griffier, met wie u al contact heeft, ook via de WhatsApp. Mogelijk kunt u ons iets nog doen toekomen als Kamer. Als u nog informatie aan ons kwijtwenst te willen. Want wij kunnen dit gewoon zo niet volgen. Dus mogelijk is het ook zo dat Kamerleden bilateraal nog met u contact kunnen zoeken. Maar we moeten dit in ieder geval hierbij laten. Dus ik hoop dat u bij ons blijft nog even. Want u kunt ons wel goed verstaan. Maar wij kunnen u niet meer verstaan. In ieder geval nogmaals alvast van harte dank dat u aanwezig wilde zijn digitaal. Dank u wel. Meneer Haverkort. Ja, voorzitter, dan ga ik met u wel nemen door naar mijn volgende vraag. En die is gericht aan mevrouw Ventener van Vlissingen. Want zij gaf in haar inleiding aan dat de wet, zoals we die in Nederland kennen, wet op de dierproeven, eigenlijk niet goed aansluit op de richtlijn die daar de oorsprong van is. En ze nodigde ons uit om die vraag te stellen, om daar nog wat voorbeelden bij te geven. En daar ben ik uiteraard heel nieuwsgierig naar. Dus als mevrouw Ventener van Vlissingen dat zou willen doen, graag. Alsjeblieft, mevrouw Ventener van Vlissingen. Dank u wel. Nou, obvious natuurlijk in de discussie van vanmiddag. De fondsen die er zijn voor alternatieven voor dierproeven worden alleen maar gericht op vervanging. Daarmee geven we eigenlijk ook weinig gezicht en ook weinig stimulans aan vermindering en verfijning, terwijl het wel zou moeten. Dat is ook in sommige gebieden, en mevrouw Ritskes gaf dat ook aan, eigenlijk het laaghangend fruit. Niet dat het allemaal kwikwinst zijn, maar daar is veel te bereiken, ook op kortere termijn. In de wet zelf zitten een aantal heel rare dingen. Ten eerste hebben we niet volledig geïmplementeerd. En daar komt Europa telkens op terug. In 2014 kwam eindelijk de reparatie dat er met een dierenarts toch echt een dierenarts werd bedoeld. En zo zijn er meer dingen. Maar nu nog, als je de artikelverwijzingen volgt, dan zou er een dierverzorger moeten deelnemen aan de beraadslagingen van de dierexperimentencommissie. In de praktijk is dat een vertegenwoordiger van de instantie voor dierenwelzijn van de instelling. In het algemeen geen dierverzorger. En daar leef je dus niet naar. En dat is gewoon omdat het wetje onzinnig is op dat punt. En zo zijn er heel veel dingen. En ik denk dat die check gewoon een keer in rust en ambtelijk gemaakt moet worden. Van wat klopt er nou wel, wat klopt er nou niet. En wat raden we aan om in die wet aan te passen om die aansluiting te vinden. Meneer Haverkort, alsjeblieft. Nee, dank aan mevrouw Ventener van Vlissingen voor dit antwoord. En als we die check zouden laten doen, vriendelijk verzoeken bij het ministerie om dat voor ons te doen, en we zouden vervolgens die wet ook op die richtlijn laten aansluiten, kunt u dan nog inschatten wat dat zou betekenen voor dierenwelzijn over die as van die drie V's die u net zelf ook noemt? Wat zouden we de resultaten daarvan mogen zijn? Dat zou onder andere betekenen dat initiatieven die de moeite waard zijn, moeite waard om gezien te worden, ook bijvoorbeeld met een aanvraag van een kleinere of grotere subsidie binnen het programma Zonnewee, meer kennis, minder dieren, zichtbaar zou zijn. En of je het nou wel of niet op dat moment gefund krijgt. Het laat zien waar mensen aan denken, waar ze mee bezig zijn. En het geeft ze een duwtje de goede kant uit. Onderzoekers in Nederland moeten eigenlijk al hun onderzoeksbudget uit subsidies en andere zaken halen. Er is heel weinig eerste geldstroom voor hun werk. Op het moment dat je tegen een onderzoeker zegt van joh, ik heb eens gekeken en zou je dat niet zo of zo doen? Dan zegt hij ja, maar ik moet wel dat overbruggen met de vorige methode. Dan heb ik daar wat middelen voor nodig, wat effort. Ja, dan is daar geen subsidie voor op dit moment. Dat zou beter kunnen. Het zou ook in de beeldvorming goed meehelpen, denk ik. Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Wassenaar.
Ja, voorzitter, ik heb ook nog een tweetal vragen, denk ik. De eerste vraag... Ze ook meteen wel adresseren, alstublieft. Ja, zal ik doen. Het programma werd net genoemd, ook van zonder mee is er meer kennis, minder dieren. Op dit moment zitten we helaas in de situatie dat we kunnen zeggen meer dieren, minder kennis. Dat is misschien een beetje een cynische conclusie al. Maar dat moet inderdaad anders. Ik heb goed geluisterd naar de bijdrage en ook gelezen van de heer Bajramovic en mevrouw Kienhuis. Ik wil die even combineren en een vraag stellen aan beide. De heer Bajramovic zei, proefdiervrije methode wordt ontwikkeld door andere onderzoekers dan degene die de proefdieren gebruikt. Het zijn twee min of meer gescheiden werelden. Dus een buurvrouw zei, nou, dat kan ook goed gaan. Maar ik weet inderdaad, ik heb dat meer gehoord, dat dat andere werelden zijn. En de onderzoekers die met dierproeven werken, die zitten vaak in een bepaald frame. En dan is het moeilijk om daar uit te breken en dan die andere onderzoeksmethode te gaan volgen. Mevrouw Kienhuis zei, we hebben een paradigmaverandering nodig. En er zijn heel veel ontwikkelingen, dat is ook wat wij hebben gezien, en die zijn vaak heel inspirerend, maar die inpassing is onvoldoende. Er wordt zelfs soms van een death zone gesproken. Je hebt die ontwikkelingen en dan komt de woestijn en die uiteindelijke toepassing die vindt veel minder plaats dan je zou willen. Wat is er nodig, en dat vraag ik aan allebei, om die ontwikkelde methode, die zeer hoopvol zijn, dat gaat allemaal heel snel en dan stopt het vaak. Wat is er nodig, ook vanuit de politiek, om te zorgen dat dat daarna doorgaat en dat die worden toegepast, breed worden toegepast, liefst ook breder dan de groep die ze ontwikkeld heeft of één groep die ze gebruikt. Hoe kun je dat breder uitrollen? Vragen mevrouw Kienhuis en meneer Bajramovic. Allereerst mevrouw Kienhuis, alsjeblieft. Ja, dank u wel voor uw vraag. Ik denk dat we hier te maken hebben met het punt wat ik adresseer, die technology push. Dus er wordt heel veel ontwikkeld, maar er wordt niet vanaf het begin nagedacht over de toepassing. En dus er wordt ook heel veel ontwikkeld en er wordt wel eens gezegd, er belandt heel veel in de la. Heel veel PhD-studenten zijn bezig met proefdiervrije innovaties en op het einde worden ze niet gevalideerd. Dan kan je ook zeggen, nou, validatie is een langdurig, kostbaar proces en het is niet heel sexy om daaraan mee te doen. Het wordt ook niet gestimuleerd als je als wetenschapper verder wil om dat traject in te gaan. Dat kan een onderdeel zijn, maar een onderdeel is ook dat bij het ontwikkelen van die testen niet de mensen betrokken worden, de stakeholders, die het uiteindelijk moeten toepassen. En dat je dus de randvoorwaarden van die testen niet goed genoeg hebt. En dat noemen we fit for purpose of passend voor het juiste toepassingsdomein. En dan moet je toch weer soms aan de tekentafel van een methode gaan staan om die methode wel juist te ontwikkelen. Er zijn nu nieuwe NWA-projecten gehonoreerd, waar Merel ook bij eentje betrokken is en ik zelf ook. En die dus juist wel die interactie ook bevorderen. Dus daar zou ook funding op moeten komen, dat soort initiatieven. Ja, dus dat is echt zeker een reden voor die valley of death, of hoe je het ook wil noemen, van die methode. Ja. Meneer Bajramovic. Ja, nou, ik denk dat, dat ik deels me aan kan sluiten bij Anne. Ik denk inderdaad dat het belangrijk is om zoveel mogelijk stakeholders in het proces te betrekken. En ik denk dat het daarom ook belangrijk is om vooral goed, dus om een lange adem te hebben als funder, maar ook om de regie daarbij heel duidelijk te nemen. Dus door misschien niet versnipperd geld te geven en door niet alleen in te zetten op het geïsoleerd ontwikkelen van NAMS, want het voordeel van het noemen van NAMS is dat je zegt dat je inclusief bent, hè? Dat je ook alles wat niet direct gericht is op replacement. Wat zijn NAMS? De New Approach Methods, wat al een paar keer genoemd is. Dat is eigenlijk... vonden we dat tegen van u, meneer Wassenberg. Dat u dan niet weet. Die, echt waar, die daalde die zoveel in mijn acht, dat had ik niet van u voor. Dat was ik verder, meneer. Nou ja, het is goed dat het dan nu even ter sprake komt. Maar het oude denken gaat uit vanuit het proefdier, zou je kunnen zeggen, hè, met de drie V's. De NAMS zijn wat inclusiever, die gaan wat meer uit vanuit de mens. Wij omhelzen ze beide. Maar daar zit wel een zeker risico in alles omhelzen wat NAM heet. Want ja, dan zeg je eigenlijk, iedereen die met cellen werkt, die draagt bij aan proefdiervrije innovatie. En dat is natuurlijk niet per definitie toe zo. Want het draagt niet allemaal bij aan het gebruik van minder proefdieren, als dat is wat je wil bewerkstelligen.
En ik denk dat dat dus belangrijk is om goed na te denken. Sluit dat nou op elkaar aan? Het doel wat je uiteindelijk wil bewerkstelligen. En de methode die je daarbij of die je daarvoor wil ontwikkelen of wil laten ontwikkelen. En bereik je daarmee ook de doelgroep die je wil hebben. En daarom is het heel belangrijk, denk ik, om dat integraal aan te pakken. Lange adem te hebben. Goed na te denken. Welke mensen hebben nou toegang tot de onderzoekers? Welke mensen kunnen praten met die onderzoekers? Begrijpen die taal? En welke mensen kunnen daar een rol in spelen om daar centraal en samen met die onderzoekers, want dat vind ik het allerbelangrijkste, dat we niet aan de ene kant mensen hebben die dingen verzinnen en daar funding voor regelen, en aan de andere kant mensen hebben die dierproeven doen met goede reden en zeggen, ja, er wordt van alles ontwikkeld, maar het is niet voor mij van toepassing. Dus je wil eigenlijk die partijen zo goed mogelijk bij elkaar brengen. En dat is een, daar heb je het voor nodig, dat je dat regisseert. Dat kan anders niet, anders gebeurt het niet. Ja, mevrouw Kienaars, wil ik iets toevoegen? Ja, ik heb ook nog een toevoeging op dit onderwerp. Want wat ook kan bijdragen is dus de samenwerking. Want Jeffrey benoemde al, hè, er worden ook proefdiervrije innovaties ontwikkeld. Helemaal niet onder de term proefdiervrij, maar puur omdat het innovaties zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld die organoid-technologie die dan in academische ziekenhuizen wordt ontwikkeld. En in ons Virtual Human Platform project werken wij ook samen met die kliniek, die dus helemaal niet primair op het proefdieren zit, terwijl wij als toxicoloog wel uit een veld komen waar dat traditioneel voor veel dierproeven worden gebruikt, om te leren van die technologieën en te kijken hoe je die technologieën die echt helemaal geënt zijn op de mens, hoe je die kunt gebruiken voor toxicologische vraagstukken. En daar zijn we echt nog niet uit. En ook qua standaardisatie et cetera van die technieken zijn we echt nog niet uit. Daar heb je ook een lange adem voor nodig. Maar we komen wel zeker een stap verder. Meneer Haverkocht. Ja, voorzitter, dank je wel. Zoveel wetenschappers in één ruimte. Wauw. Het roept wel bij mevrouw Ritskes. U had in uw verhaal een stukje over de enorme kansen die artificial intelligence ons nog bieden. Tegelijkertijd, als je recent de media volgt, zijn er ook zorgen bij artificial intelligence. De chatbots die mijn zoon gebruikt om zijn middelbare school te halen. Om maar even als voorbeeld daarvan te benoemen. Praktisch gevraagd, heeft u daar last van bij onderzoek? Bij dat soort remmende beelden rondom de kansen? Mevrouw Ritskes. Ja, dank u wel voor de vraag. Tot dusver heb ik geen negatieve ervaringen met artificial intelligence zelf ervaren. Ik heb een collega in Utrecht, Rens van der Schoot, die maakt artificial intelligence. Dat heet AS Review. En dat is dus om de systematische reviews met kunstmatige intelligentie te versnellen. En die zei, met kunstmatige intelligentie kan het dus heel goed zijn dat er met chatbot een verhaal wordt gemaakt, wat als je geen verstand van zaken hebt, dat je het gelooft. Maar hij zegt, als jij het zou lezen met verstand van zaken, zou je zeggen, maar dat kloppen een paar dingen niet. Dus er moet wel een check vanuit ervaren wetenschappers of hoe dan ook gaan komen, dat die artificial intelligence de goede dingen zit te doen. En dat je dus ook transparant maakt hoe of die logaritmes werken. Want er zijn ook programma's die in een black box opereren. En dan weet je dus helemaal niet wat het logaritme aan het doen is. En hij zegt, ik leg alles vast en maak het transparant. Dus ik kan altijd teruggaan naar wat het logaritme heeft gedaan. Dus er moeten wel zeker checks ingebouwd worden. En ook voor de mensen, onwetende mensen thuis. Artificial intelligence staat voor kunstmatige intelligentie. Maar er zijn ook heel vaak mensen ook niet verder mee geholpen als ik dat zeg maar. Mevrouw Venter van Vlissingen wil graag nog een reactie hierop geven, alstublieft. Ja, dank. Artificial intelligence is een containerbegrip en daar hoort van alles bij. Systematic reviews kijken terug. En ook literatuursearches kijken terug. Er zijn ook al in Europa platforms waar ze door het trainen van machine learning kunnen voorspellen wat de eigenschappen zouden moeten zijn van een geneesmiddel dat je ergens tegen ontwikkelt en in welke klasse van stoffen je dat kan vinden en hoe je die het werk kan laten doen, bijvoorbeeld nanobiologische technieken. Ik denk dat dat de weg naar voren is. Hij is geweldig spannend.
Je wilt goede governance. Je wilt inderdaad kunnen doorzien en blijven begrijpen welk algoritme daar wordt gehanteerd. Maar terugkijken, daar leer je zeker veel van. Maar die wetenschap heet geschiedenis. En laten we ook de toekomst verkennen. Dank u wel voor deze toevoeging. Meneer Wassenaar. Dank, voorzitter. Ik heb nog een vraag aan de heer Bajramovic. U schrijft in uw position paper dat een belangrijke bijdrage aan broedervrije ontwikkeling een toename van dat geoormerkte budget is. Dan heb ik een aantal jaar geleden in de Kamer een motie ingediend waarin ik voorstelde om elk jaar een heel klein deel van het budget dat geoormerkt is voor onderzoek met proefdieren, 1%, over te hevelen van onderzoek met proefdieren naar onderzoek zonder proefdieren. Dat betekent dat het budget voor onderzoek met proefdieren nauwelijks afneemt. Van 100% naar 99% is een minimale afname. Terwijl aan de andere kant, het gaat dan toch om bedragen. Je hebt dan over ton of miljoenen. Het budget voor proefdiervrij onderzoek neemt heel erg veel toe. Want als je nauwelijks iets krijgt, dan is 1% van het budget voor proefdierenonderzoek is heel veel. Dus als je dat stapsgewijs doet, dan zou je in een aantal jaar tijd, wel over een lange periode, het budget voor proefdieronderzoek nauwelijks laten afnemen, maar het onderzoek voor naar proefdiervrij innovaties heel erg zou toenemen. Is het overdenken waard of zou zoiets goed zijn om dat toch in te zetten, om zo het geoormerkte geld voor proefdiervrije innovaties sterk te vergroten, ten koste maar in geringe mate van het andere onderzoek? Meneer Bajramovic. Nou ja, het sturen op budget is natuurlijk een heel krachtig middel. Dus ja, dat zou ongetwijfeld werken. En hoe dat vormgegeven moet worden en uit welk potje dat moet komen, daar ga ik helemaal niet over. Maar dat natuurlijk werkt dat. Ja, als er meer budget komt, dan zal er meer gebeuren. Dus ja, dat is een krachtig sturend middel. Ik zou er dan wel voor pleiten om het budget dan inderdaad wel strategisch in te zetten. En het niet te versnipperen, maar dan wel te zeggen, oké, we willen echt dingen bereiken. Probeer dan ook dat budget op een sustainable, op een duurzame manier in te zetten. En geef dan aan dat je voor langere perioden op bepaalde doelen gaat sturen. En dan kan dat heel succesvol zijn, ja zeker. Dat was Ja, nee, dat het inderdaad niet versnipperd moet worden, dat is duidelijk. Dat ben ik met u eens. Ik denk inderdaad wel dat je op die manier gewoon de drive en gewoon de motivatie kunt vergroten. En dat je gewoon inderdaad zo flinke stappen kunt maken. En dat u zegt, ja, dat is niet aan ons. Dat is inderdaad zo. Dat is ook niet aan ons als Kamer. Maar we zouden daar wel het ministerie toe kunnen aansporen. Misschien het ministerie van Landbouw, waar proefdieren onder vallen. Of het ministerie van OCW. Dus wij zouden als Kamer kunnen kijken in overleg met de ministeries of je daarop wat meer zou kunnen sturen. En of dan 1% of 0,5% of 2% is. Maar gewoon dat het principe, dat zou u wel steunen. En dat vraagt dan ook aan de andere wetenschappers. Of dat principe zou kunnen helpen. Meneer Bajramovic. Voor mij wel. Oké, dan gaan we naar mevrouw Venter naar Vervlissing. Ja, ik heb misschien nog wel een andere bron in de aanbieding. Als de bureaucratische lasten en de stapeling van regelingen iets zouden afnemen, dan zou dat precies op de plekken waar het ertoe doet, wel wat geld kunnen vrijspelen om in dat fonds te stoppen. Nu zie je dat er om wat voor reden dan ook, maar misschien ook wel ambtelijke nervositeit, steeds meer papieren regelingen bovenop elkaar komen. En de mensen die met de dieren bezig moeten zijn, zijn in plaats daarvan A4 aan het schuiven. Nou, als we dat nou zouden kunnen verminderen, dan zou ik wel aan de instellingen durven te vragen van, en als dat lukt, hoeveel wil je dan doteren in dat potje? Ja. Meneer Averkort, de laatste vraag. Want ik wil iets eerder stoppen. Vanwege ook dat er moet ook nog even een sanitaire stop. Als het kan, zou ik ook heel graag nog even een heel korte reactie van mevrouw Ritskes en mevrouw Kienhuis daarop willen horen. Want zeker. Die zijn er ook bij betrokken. Dus als dat kan. Mevrouw Ritskes, alles. Ja, geld voor onderzoek helpt altijd. Want wij als onderzoekers moeten laten zien dat wij scoren in het academische systeem. En dus als je geld voor onderzoek krijgt, dan doe je het goed. En dus dat helpt, absoluut. Van Kieners?
Ik kan dat ook alleen maar beamen. Super, kijk, dat zijn de korte puntige antwoorden. Meneer Havekoor, die laatste vraag en dan gaan we even stoppen. Want er zitten mensen op de publieke tribune ook af te knijpen. Want die zitten hier al uur lang. De toiletten zijn pal achter u trouwens, zodat u dat ook weet. Wij zijn daar gewend, voorzitter. Hè? Maar wij wel, maar sommige mensen... Nee, meneer Havekoor. En die stoeltjes zitten waardeloos, dat weten we ook. Meneer Havekoor. Voorzitter, dank ook weer aan de antwoorden. En uiteindelijk gaat het toch altijd weer over geld. En mevrouw Kienhuis die gaf altijd vandaag over technology push. En het keerzijde ervan is dat je wat meer vragen stuurt, ook over de financiering gaat nadenken. En vorig jaar bij het debat over dierproeven hebben we het met de ministers gehad over de mogelijkheid om ook in die subsidieverlening, die viel via ZonMW voor dat TPI, dat technologische proefdiervrije innovatieproject, naar voren komt, om daar ook aan de voorkant bijvoorbeeld meer ruimte te maken voor ontwikkelingen en innovaties die ook meer op gaan leveren. En daar zit altijd een soort van verwachting, bijna soms een belofte in. En persoonlijk vind ik dat een mooie route, omdat dat stimuleert en prikkelt. Maar ik toets toch maar even ook bij de wetenschap of dat haalbaar en realistisch is. Zouden we daar wat pregnanter in kunnen zijn met elkaar, door aan de voorkant die vraaggestuurde verwachting wellicht wat hoger te maken en daarmee de kansrijke veel verminderende of veel verfijnendere of veel vervangendere resultaten vanuit TPI wat meer kunnen subsidiëren en de wat minder kansrijke projecten, dan navenant ook wat minder. Is dat een denkbare route? Maar aan wie adresseert u dit? Wie van u geeft het meeste geld uit? Alle vijf, voorzitter. Mevrouw Ritskes en dan mevrouw Venter van Vlissingen. Ik zou er graag op willen reageren, want ik heb afgelopen maandag bij een workshop gezeten van de European Medicines Agency. En die zei, het is dus mogelijk om met hun in contact te treden vanaf het begin van het ontwikkelen van alternatieven. Hoeveel kans je hebt dat die aan het einde van de rit geaccepteerd gaat worden. En een van de dingen die ze zeiden is dat ze academici dus eigenlijk niet zien. En ze nodigen academici expliciet uit om met hun in contact te treden over dit soort ontwikkelingen. Dus als je zeg maar hun advies krijgt aan het begin dat dit een positieve route is, heb je heel veel kans dat die geaccepteerd gaat worden. Dus ik juich het toe. Dank u wel, mevrouw Ritskes. Mevrouw Venter van Vlissingen, tot slot. Ja, dank. Dat heeft dan betrekking op de toelating van medicijnen tot de markt in Europa. Dat is heel belangrijk, maar het is wel het eind van een proces. En voor in dat proces heb je precompetitieve onderzoek, wat je ook wetenschappelijk publiceert, waar nog geen commercieel belang aan toegekend wordt op dat moment. Ik denk dat het bij het bekijken van urgenties op het gebied van alternatieven ook belangrijk is om te zien wat de impact eigenlijk is. Als het gaat om geneesmiddelen voor de mens, menselijke ziekten, ongeveer 10% van de dierproeven. Veiligheid voor de mens, ook ongeveer 10% van de dierproeven. En dat is nuttig en belangrijk en dat schept perspectieven. Maar daarmee adresseer je die andere 80% van de dierproeven niet. Ook het feit dat dieren niet goed zouden voorspellen voor de mens is maar gedeeltelijk waar. De veterinaire apotheek ligt grotendeels vol met geneesmiddelen die voor of bij de mens ontwikkeld zijn. Dus je wilt het of niet, enige vorm van extrapolatie over en weer is zeker mogelijk. Maar kijk bij een alternatieve methode die dus meer vraaggestuurd misschien ontwikkeld kan worden. Kijk dan ook naar de mogelijke impact. Hoeveel betekent dit op dierproeven in Nederland, in Europa, in de wereld? Hartelijk dank voor de antwoord. Mevrouw Kienhuis, mevrouw Venter van Vlissingen, meneer Baramovic, mevrouw Ritskes. Ook hartelijk bedankt dat jullie hier aanwezig wilden zijn. En ik hoop dat jullie ook nog even hier aanwezig blijven. Maar ik ga heel even 5 minuten schorsen, want de toiletten zijn pal achter u. En dan kan iedereen even die dat behoeft en even een sanitaire pitstop maken. Kom eens hartstikke.